Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius zijn zwaar getroffen door orkaan Irma. Huizen zijn vernietigd, veel mensen zijn alles kwijt. Voor de noodhulp aan de eilandbewoners in de Cariben is veel geld nodig. Medicijnen, tenten, zeilen, voedsel. Steun de nationale actie Nederland helpt Sint Maarten en geef op Giro 5125 of op rodekruis.nl. Toen wij daar aan het bouwen waren, toen hebben we al gezegd van we moeten die muurschildering bewaren. Alleen nu wil men daar wat gaan veranderen intern en wilden ze toch die muur gaan bewerken. Waardoor, ja, toch het, als er niet wat gebeurt, het geheel vermoedelijk verloren gaat. Daarom heb ik op mij genomen om eens uit te zoeken of ik iets verder kon komen bij hetgeen die het of gemaakt heeft of... En er stond een naam op van ene J. Schoenaker. Nou bleek dus dat meneer Schoenaker in Aldenzaal woont. En die heb ik telefonisch bereikt. En ik wil proberen of ik daar met hem nog eens even over aan tafel kan... om eruit te komen hoe of hij dat destijds gemaakt heeft. U hebt dat 58 jaar geleden gemaakt in Almelo, hè? Ja, en dat hebt u dus... Allemaal, die stukjes zijn eerst op papier geplakt? Ja, op papier geplakt, maar in spiegelbeeld. Ja, in spiegelbeeld. In spiegelbeeld, ja. En toen omgedraaid. En toen omgedraaid en toen op die wand aangebracht. Ja. Ja. Dan krijg je dus het echte beeld. Ja, en dan krijg je het echte beeld, ja. Ja, dat was een heel werk, hè? Dat is heel werk geweest, ja. Ik heb het uitgevoerd op een atelier in Brabant. U hebt dat gemaakt omdat u daarvoor gevraagd was? Jazeker. Ja, ja. Helemaal voor niks werk kan ook. U hebt meer van dat soort werken gemaakt, hè? Ja, ik heb wel een paar meer muziek en zo, niet zo... Zoveel. Nee. Mozaïeken heb je dus niet zoveel gemaakt. Heb je meer schilderijen gemaakt? Ja, ik ben glas lood trouwens. Oh, vooral glas in lood, ja. Voor de kerken. Voor de kerken, ja, dat... Dat is veel opdrachten. Ja, wat zouden we met dit fraaie kunstwerk kunnen doen? Nou, misschien is het een idee om... is te vragen aan de mensen in Almelo, weten jullie een ruimte van, in een gebouw waar een ruimte is van 280 hoog en 24 breed, waar we dit opnieuw zouden kunnen aanbrengen. Dus wat dat betreft, meld u alstublieft. Dank u wel. Ja, dat is veel mooier. Ja. Maar nog even terugkomen op dat andere werk. Wat denkt u, dat ze dat van die muur kunnen afhalen of denkt u dat het onbegonnen werk is? Ik denk dat het heel moeilijk is. Ja. Ik wil niet zeggen dat we niet aan beginnen, maar als het even kan laten zitten. Als het even kan laten zitten, maar ik geloof dat dat niet tot de mogelijkheden behoort. Oh ja, daar zit er niks anders op. Als om het te proberen. Hè. Ja, het is vast wel het proberen waard. Maar het is wel moeilijk. De
verkoop van de kokerschool staat bij u op de agenda. En ik wil heel kort namens Paco Plumtrek het woord voeren. Omdat ik betrokken ben bij dat poppodium. Maar onduidelijk was hoe lang we konden blijven. Maar dat daags na de verhuizing bleek dat de verkoop van de kokerschool op datzelfde moment reeds op handen was. Was een echt een zeer onaangename verrassing. Dat raadsvoorstel, het raadsbesluit, kan eigenlijk niet worden aangenomen door deze raad. Immers, er staat letterlijk in de besluittekst dat de raad geen wensen en bedenkingen heeft en die ter kennis zal brengen naar het college. Nou, als ik al mijn collega's heb gehoord, dan zijn er heel wat wensen en bedenkingen al gebracht. Dus dat raadsbesluit zou dus op zijn minst moeten worden geamendeerd, respectievelijk een motie moeten komen, willen we überhaupt nog een meerderheid halen. Als de wethouder morgen een koper vindt voor 680.000 euro, dan zal ik de motie van SP steunen en dan zal ik zeggen we zoeken een oplossing. Maar voorzitter, als voordat Paco Plumtrek erin kwam, als Adib het voorstel van 320.000 euro voor het hele pand met parkeerplaatsen destijds had gekregen, dan weet ik 100% zeker dat ze het nu al lang al hadden gekocht. Eerst was er namelijk sprake van bedragen boven de 6 ton. De heer Zitter noemde net al het meer detail 680.000. Kunt u dit uitleggen? Vanochtend ben ik nog gebeld door een ondernemer die me meedeelde het pand ook wel te willen kopen, zelfs boven de prijs die nu geboden is. Dat zal ik echt doen, voorzitter, op die twee punten van hoe ga je nou om met Paco Plumtrek, hoe ga je nou om met ATIP. Daar komen we nog over te praten. Als het gaat om die parkeerplaatsen, wij hebben net als LAS een vergelijkbare berekening gemaakt en kwamen ook eigenlijk nagenoeg uit op het weggeven van het pand en het verkopen van parkeerplaatsen. Wellicht kan ook overwogen worden om de parkeerplaatsen, als ze dan toch verkocht moeten worden, maak 24 inwoners blij, houden we er ook nog iets meer aan over. Ik vind het heel fijn dat de raad, dat er zoveel wijze mensen in zitten die dit niet accepteren, zo'n rommelig verkoop van de kokerschool. Dus dat is. Denk je dat je een kans maakt om het zelf te komen? Die kans is nu zeker groter geworden. Dus die kans die is er. Lijkt me wel. Ja. Heb je dat geld zo op zak? Heb ik zo op zak. Wat denk je? Ja, dat wordt een crowdfunding toestand. Nou, het is wel heel interessant om daar nou eens serieus mee aan de gang te gaan, ja. Ik heb een boek geschreven in romanvorm, met eigenlijk mijn eigen verhaal. Mijn partner had de ziekte van Huntington. Wij zijn een aantal jaren geleden al uit elkaar gegaan vanwege de ziekte. En dit jaar heeft hij besloten dat hij niet meer wilde leven. Het is een verschrikkelijke ziekte en er heerst een enorm taboe op. En ik heb vooral om het taboe te doorbreken mijn verhaal willen publiceren. Zodat meer mensen begrijpen wat de ziekte inhoudt. Want het is gewoon heel erg lastig uit te leggen wat het precies is. En er is nog steeds geen genezing mogelijk, geen medicatie om het überhaupt een beetje af te remmen. En dus gaat ook de opbrengst van mijn hele boek gaat naar de stichting die geld inzamelt voor genezing. Want Huntington is een combinatie van ziektes. Het is een combinatie van ALS, Alzheimer en Parkinson. En ik zeg altijd, al heb je één van de ziektes, dat is al erg genoeg. Laat staan drie tegelijk, want zo is het gewoon. De meeste mensen krijgen de eerste symptomen rond hun 35, 40 jaar. En over het algemeen leven mensen nog gemiddeld zo'n 20 jaar. Dus dat is, je gaat heel langzaam achteruit en je verandert ook vaak qua karakter. En dat is het hele moeilijke aan, ook voor de omgeving. Ik heb mijn verhaal wil ik gewoon heel graag delen met iedereen. Ik heb er wel even over na moeten denken, want je geeft natuurlijk een heel stuk van jezelf bloot. Maar ik heb het er gewoon voor over. En het heeft jou ook goed gedaan, denk ik, hè? Ja, ik heb wel in de tijd een dagboek bijgehouden. En dat heeft mij heel erg geholpen om het te verwerken. En ik heb dat dagboek gebruikt als basis voor dit boek. Ik vind het ook heel fijn dat een gedeelte van het boek van Badje ook weer naar de stichting gaat. Dus zo alles bij elkaar werken we allemaal naar een goed doel en hopelijk naar een medicatie voor genezing. Verstilling
in beeld. Met allerlei materialen, maar prachtig. En hoe langer je kijkt, hoe meer indruk het maakt. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Wat vind ik van dit exercitie van mezelf? Het is in de eerste plaats heel mooi gehangen door een dikke vriend van me, Hans Steffelaar. Die heeft dat prachtig verzorgd, dat zou ik zelf niet gekund hebben. Dat is mijn antwoord hierop. Ik ben er heel blij mee dat het hangt. Gaat u nu vaak exposeren? Ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Ik heb er enorm mijn hele leven al hekel aan gehad. Ik heb hekel aan publiciteit. Ik werk graag. En publiciteit houdt je van je werk af. Ik ben zo mogelijk elke dag aan het werk. Ja, daar moet het van komen. Je houdt je ook op de poten, hè, als je op mijn leeftijd nog werken kunt. Ja. Ik schilder ook, jazeker. Ik verdeel mijn werk of verdeel mijn werk. Ik ben aan het tekenen of aan het schilderen of ik maak klein plastieken. Ik neem zo'n beetje de hele route die te nemen is. Hè? U bent gewoon kunstenaar? Ja, als we weten wat dat is. Ik zou niet weten wat een kunstenaar is. Ik bedoel, ja, wat doet een kunstenaar? Die maakt kunst. Dat vind ik erg gevaarlijk. We moeten niet aan kunst doen. We moeten geen kunst maken. Dat is gevaarlijk. Ik heb een blad in mijn atelier, daar staat op bij de ingang van mijn atelier: wacht u voor de kunst. Zoals we aan kunst gaan doen, zijn we niet eerlijk meer. Kunst ontwikkelt zichzelf. Het maakt zich. Ik maak het niet. Ja, ik maak het met mijn handen. En verder heb ik daar geen antwoord op. Dus u bent een soort vertaler? Ja, inderdaad. Ja, je maakt het. Je bent onderweg altijd. Hè? En het is een dagboek wat je maakt. En dat mag, als zij willen, mag dat iedereen wel zien en lezen. Als men het ervoor over heeft, uiteraard. Ja, het leven is niet één grote gang van plezieren, natuurlijk. Dat weet u ook. Hè? En ik kan het leven vaak heel boeiend, maar ook vaak moeilijk vinden. Maar dat hoort erbij. Ik woon in een heel mooie omgeving aan de voet van de Holterberg. Met een, nou ja, voor onze begrippen grote tuin. En daar geniet ik van. En daar teken ik vaak in ook, in die tuin. En de laatste jaren nu ik, ja, ik ben 88 jaar, dan mag je wel eens binnenwerken ook natuurlijk. En dat doe ik heel veel natuurlijk hoor. Vooral 's winters uiteraard. Vroeger stond ik midden in de winter buiten. Maar dat gaat op een duur een beetje, dat slijt. Hallo. Oh, er wordt helemaal nieuwe. Hey. Hoi. Katja. Katja. Hoi. Eerst kussen. Voor zijn bandje krijgt. Als krijg je een bandje. Chantage. Dan krijg je een bandje. Ja, even lachen. Goed zo. Nice. Very, very nice. Dat we een recordopbrengst hebben van maar liefst 11.000 euro. Proost! Lach er wel even. Staat er nog weer? Thank you.
je kont aan. Ik kan wel zeggen, even beginnen. Zou je ziet de boven van heel vaak zijn. Ik heb jouw deur, dus we zijn heel vaak overkomen. Heb je die chirurg zo pas nog gesteld? Ja. Die zaak zo vaak en gewoon een vlak laten. Ja, ik heb nog wat kort over de kip. Zo daar. Daar was je nog geweest. U zegt vorig jaar op het tweede glas. Ja. Hartje slijt daar. Dat blijft. Dat is echt uitgewisseld. Heel goed. Ja. Ja. Appel. En als ik dat nou nog doe, dan zeggen ze oude viespeuk. Dan hoor ik liever de term seksueel actieve senior. Dat is ongeveer hetzelfde.
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.